Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD van Ramor, en vandaag ga ik op pad als burger, deel 2. Want dat beviel jullie erg goed met mijn trekker en mijn stikstof en mijn voorruit en mijn achterruit. Dat vonden jullie geloof ik wel erg leuk. En ik had jullie vraag wat jullie willen zien, en daaruit kwam een voertuigbrand en een tweede wat dadelijk in beeld komt. En dat hebben jullie al aan de titel gezien waarschijnlijk, als het loopt, hoe ik hoop dat het gaat lopen. Denk ik iets heel leuks. En dat heb ik zelf verzonnen. We gaan nu meteen aan de slag met een 112 belletje. Dat horen jullie nu in beeld. En zo meteen ga ik weer met de meldkamer praten. We zijn op de Dutch London Street. En we dichtstbijzijnde postcode is 100. Na 73 ga ik ervan maken. Dat is wat handiger, zie ik. En we hebben een voertuigbrand. We waren hier aan het rijden met onze auto. En die staat in brand. En die gaan we zo dadelijk kijken. Dan ontstaat dit een beetje. Dit is het effect. We kunnen wel vuur inspannen, maar dit heeft meer zin. Dus we gaan gewoon een simpele autobrand. Niks erbij, niks eraan. Het is gewoon mijn voertuig. Verder, dit gaat zo weer uit. Maar als de brand weer komt, dan maak het weer aan. Dus wij zijn een man die met flares gooit. En we gaan wel een beetje zeggen van, ja, mijn auto, joh, mijn plus is wat sneller, dit, dat. We gaan kijken hoe het loopt. Dus ik ga zeggen, ik zie jullie zo als we de meldkamer brand weer aan de lijn hebben. 112 alarmcentrale, met wie kan ik doorgaan? De politie, brandweer of ambulance? Brandweer alsjeblieft. In welke regio bevindt u zich? Rotterdam, hè. Oké, moment. Dan ga ik u doorverbinden met de 1 uit Rotterdam. Goedenavond, brandweer Rotterdam. Dus precies de locatie van een noodgeval. Waar zitten we? Ja, een of ander terreintje. Ik meen dat ik op de Dutch London Street ben. Ja, wat is er precies aan de hand? Ja, ik was gewoon met mijn auto aan het rijden en die vliegt ineens in de fik, joh. De auto vliegt opeens in de fik. Oké, ja. Staat hij op dit moment wel veilig aan de kant of staat hij midden op de weg? Nee, ik sta op een zijweg. Is wel veilig. En hoe ver is je auto precies in de brand? Nou, volledig toch wel bijna. De hele motorkap staat al te fik. Maar kom maar, want hij is eigenlijk net nieuw, dus misschien kunnen we hem wel een beetje maken. Ja, ik ga de brandweer alarmeren. Blijft u alsjeblieft op een veilige afstand staan van uw voertuig. Ja, maar mijn spullen zitten er nog in. Ja, is mijn dat laptop. Ik, meneer, maar ik zou u adviseren om afstand te houden van uw voertuig. Want uw voertuig is waarschijnlijk vol met benzine of andere brandstof. Dat kan eventueel exploderen. Dus ik adviseer u om voldoende afstand te houden van uw voertuig. En mijn laptop dan? Ik snap dat het heel vervelend is, maar uw eigen veiligheid gaat voorop. Ja, betaal jij mijn laptop dan? Ik snap het dat het vervelend is, meneer. Ja, stuur die brandweer nou maar. Zijn ze al onderweg? Dat kan ik zo niet zien. Ik ga de melding nu voor u aanmaken, meneer. Oké. Dat ze maar snel komen. Postcode 73 als je nog wil weten, trouwens. Oké, dankjewel. Nou, we zijn als het goed is de brandweer gealarmeerd. Dan kan ik natuurlijk ook niet zien wanneer ze komen, waar ze vandaan komen, hoe en wat. Er rijdt hier nog wel regelmatig wat voorbij. Net zagen jullie al marge 7 bij rijden. Dus ja, die gaan natuurlijk ook, als ik met die flares zit te gooien, gaan die daar ook op reageren. Maar moeten even opletten. Die flares gaan redelijk snel uit, dus het is even wachten. We kunnen nog een beetje de brandweer belemmeren. Ook dat hun mijn laptop eruit moet halen. Ik denk dat we dat wel gaan doen. Komen er misschien nog wat, komen er misschien nog wat politie. Kunnen we daar een beetje mee aan de gang. Of Marge C is misschien net Marge C gebied. Dus we wachten even af. In principe een goede meldkamer. Hè? Ik zei niet dat het een slechte meldkamer is. We kennen hem niet verder. Die stuurt natuurlijk sowieso politie wel even. Wanneer de melding is aangemaakt, de brandweer komt eraan. Oké, super. Er komt ook iets van politie of zo, want die moet ik al niet hebben hier. U wilt de politie daar niet hebben? Nou ja, liever niet natuurlijk, hè. Het zijn niet mijn beste vrienden. Ja, ze komen u helpen, meneer. De politie ook? Ja, nou, als u op de weg staat, komt de politie ook. Ja, liever niet, maar goed, oké. Verder is iedereen uit de auto? Ja, ik was de enige in de auto, dus dan dat er een inbreker of zo in is, ben ik iedereen eruit, ja. Oké. Nee, dat is even belangrijk om te weten, dat u dus op een veilige afstand staat en verder niemand meer in het voertuig. Ja, maar die laptop toch, hè, ja.
Ja. Ja, ik snap dat het vervelend is, meneer. Ja, ja, goed. Kom maar snel gewoon. Ja? Ja. Oké, okay, doei doei. Hoi hoi. Wat was ik aan het zeggen? Ja, nou, dit was even mijn uitlokken tot er misschien wel politie komt. Dus wellicht dat zo toch nog wat politie extra komt, puur omdat ik zei dat ik het niet wil. Ik hoop niet dat die auto dadelijk door die flares in de fik kan vliegen, dat weet ik helemaal niet. Ja, als dit echt een autobrand was, lijkt wel of de vrijwilligers komen. Godsamme, dit duurt lang. Nou, dan kunnen we een reden om boos te worden, hè? Nou, daar komen ze. Heel oud te staan met een lichte laaien. Ja, rij maar weer weg, jongen, jongen, jongen. Wat ga je nou daar staan? De brand is toch hier, joh? Godsamme. Ja, niks te zien hier, politie. Rij maar gewoon door. Ach, daar komen zij ook weer. Kut Marge C altijd. Rijd toch gewoon eens door, mensen. Meneer, de brand... Wat zit je nou allemaal hier te staan, joh? Daar is de brand toch daar? Ja, praat dan eens eerst met hem, joh, gek. Wat een pannenkoek, hé. Ongelooflijk. Hey, moet je pak tik hebben ofzo? Mijn auto staat daar te fikken. Hallo. Hai, goeiedag. Ja, ja, ga eens blussen joh gek. Hallo. Ja, neem maar plaats op de stoep. Ja, godsamme, mijn laptop en alles zit erin hoor. Een meneer die loopt hier ja, bij de commando. Ja, godverdomme. Zit hij wat zit hij nou te praten? Ja, hij neemt contact op met wat is hij incapabel? Ik blus zelf wel. Waar is die slang hier? Nee, blijf maar hier. Maar desnoods koppelen. Hey. Negatief is niet gekoppeld, ga ik door even naar de OPS over. Snap je toch mijn auto in brand staat? Dat boeit jou waarschijnlijk niet, maar mij wel. Even kijken, wij gaan ons werk uitvoeren. Maar ja, nee, ja, blijkbaar niet, want je zit godsamme niks te doen. Meneer, kom maar gewoon met mij mee, dan is het klaar. Poh, Jezus Christus. Jou had ik er niet bij gevraagd trouwens, dus ik hoef jou ook niet. Maar even wat flares gooien, jongens. Ja, 110,560. Moet even weer out of chair, wil ik dan zeggen, dat ik even wat flares gooien, anders word ik dadelijk nog weggetrokken door die... Ja, ik wil graag dat je doorkomt. Er komen al flink wat vlammen uit de motorkap. Staat een lichte laag. Ik ga inzetten met een lage druk. Wat rent hij nou weer alle kanten op? Ik weet niet, ik heb niet voor brandweerman gestudeerd, maar dit is ongelofelijk toch? Of ligt dat nou aan mij? Ja, moest je godsamme uit Amsterdam komen of zo, jongen? Heb je nou... Ja, ik weet niet, jij was hier nog snel en jij bent waarschijnlijk nog niet eens opgeroepen. Nee, dat nou, ze zijn aan het blussen. Als je kunt met laptop, zit wel belangrijk materiaal in. Sommige mensen moeten wel werken, dus ja, er staat wel wat belangrijks op. Ik weet niet of die me hoort, hoor. Ja, we doen gewoon ons best. Ja. Ik zou graag dat u hier plaats neemt. Ja, is goed. Ja, is net nieuw die auto. Kan ik daar nog mee rijden, denk je? Nou... Ik hoor meer brandweer opkomen, dus ik denk op zich dat het goed gaat komen. Ja, dat zal wel, want hij incapabel is dat hij een werkbegeleider of zo nodig heeft. Maar godzal, het is bijna uit, zie ik. Nou, hij is ervoor opgeleid, dus als het goed is, werkt het. Nou, ik mag het hopen voor hem. Ik ken hem verder niet, hoor. Moet hij naar Amsterdam komen, geloof ik, want hij heeft er echt 20 minuten over gedaan. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Ja, ik was aan het rijden en ik wilde naar de haven. En ik denk van, nou, dat klopt niet. Dus ik rij hem hier rechts maar erin, want anders stond ik ook zo midden op de straat. Maar ja, ik snap niet waarom jullie nou eens nog de straat blokkeren. Want ik sta gewoon netjes... Ja, direct inzet schuin? Nee, klopt. Maar meneer van de brandweer parkeert zijn auto zo. Dus dan zorg ik voor een wegafzetting. Ach, kijk eens, die gaat dat kunnen blussen, ja. Kijk eens aan. Ja, dat gaat goedkoop. Die gaat dat kunnen blussen. Ja, blijf kijk, hier dit, staan, dit vind ik ook een mooie afzetting. Dit voegt iets toe in het leven, ja. Goeiedag. Hebben we nog een afzetting nodig dan? Ja, want het is ook echt op straat, zien jullie, hè? Wat een mensen allemaal dit. Ik u de eigenaar van het voertuig bent? Nee, ik sta hier voor de lol, jongen. Godsamme, wat zijn het allemaal voor mensen. Ach, kijk eens aan. Even normaal praten. Dat is een echte blusser. Ik ben ook,
Ik ben ook gewoon aardig tegen jou. Ik kun het gewoon nou ja, aardig tegen doen. Nou, ik wou me net gaan voorstellen. Oh, oké, okay. Nou, dan beginnen we eens overnieuw. Nou, dan gaan we even overnieuw. Neem aan dat jij het eigenaar van het voertuig bent. Dat ben ik zeker. Ja. Ik ben Marijn Frans van de Koninklijke Warrantje C. Hoi, ik ben Karel. Nou, aangenaam Karel. Heb je enig idee wat er gebeurd is? Want ja, dat zei deze man ook net al, maar ja, toen kwam die grote blusser. Ik denk, ja, die kan beter blussen. Ik was aan het rijden en ik denk van, dit klopt niet, een tikkend geluid, een knal en ik rij hier naar rechts. En ja, het is klaar. En mijn laptop en die man aan de telefoon die zegt, ja, je laptop mag je niet meer pakken. Dus ik zeg, ja, dan stuur ik jou een tikje, dan ga jij betalen. Hij zegt, ja, komt goed, doen we, maar ja. Hè, toen heeft hij opgehangen. Ik denk dat je daar al verzekerd voor bent. Dat wordt gegeven met de verzekering. Ik heb gewoon een nieuwe laptop als het goed is. Dus maar daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. Ik hoop het. Ja. Sorry hoor. Ja, zeker. Nou, ik heb geen idee waar die ingaat. Ja, die heb ik wel, maar... Verder alles kenteken is ook code 1000. Okay. Nou, even kijken. Gezien heeft de brandweer onder controle. Ik ga even vragen of wij de ondersteuning nodig zijn. Ja, ik ga zelf ook eens kijken wat de schade is. Poh, wat zitten ze nou trouwens mis te blussen? Want ze zitten dat hek te blussen. Mijn auto staat daar, meester man. Ja, meneer, uw voertuig is totaal ingepakt met schuim. Oh, okay. Daar komt geen vlammetje meer bij. En maakt dat ook een beetje schoon? Kan ik er dadelijk weer spik en span mee verder rijden? Of hoe zit nou, dat schuim ja, precies? Ik denk dat er niet meer van uw voertuig zou over zijn. Niks meer. En mijn laptop? Ga eens kijken, jongen. Ga eens kijken. Als ik in het voertuig zat, denk ik dat die niet meer ja, maar denken dat moet je niet doen, want daar ben ik al achter gekomen. Dat kun je niet goed. Ga eens kijken naar die laptop, want er staat belangrijk materiaal op. En mijn Minecraft-account en zo. Ik heb meneer ook al net uitgelegd. Als er een laptop in ligt, dan kun je dat gewoon even proberen op te lossen met de verzekering. Dan moet dat gewoon in orde komen. Ja, maar mijn Minecraft-level en zo, dat gaan we niet meer terugkrijgen. Ja, en Roblox en zo. Dat is allemaal opgeslagen op je account. Als je en Roblox ook. Van hebt, dan weet je dat. Roblox is raar, niet zo... Ja, ik kan niet zomaar nu in het voertuig kijken. Je hebt ook een pak aan. Ja, maar dat betekent niet alles meer. Ik ga even de waterwinning opbouwen, dan kom ik zo bij terug. Ja, hij is niet nodig, Olivier. Nee, is niet meer nodig. Het is toch... voor de brandweer even als vraagje, zijn wij nog nodig of hebben jullie de situatie wel onder controle? Nou, mijn voertuig is zojuist gejat, daar is je collega achteraan. dus als je een... klein dingetje voor mij wil doen is mijn voertuig achteraan. Dan gaan wij erachter. Ongelooflijk, die brandhoutjes worden tegenwoordig ook gestolen. Wat een buurt hier, wat een buurt hier. Mag ik zelf eens kijken, beste meneer? Ja, even kijken. Ik zal even voor u gaan kijken. Kom, we gaan eens kijken. Ik ga een beetje meneer, rechts, als ik u was, zou ik even blijven staan. Ja, ik zie geen rook. Meneer, ik zou even blijven staan. Ja, maar ik blijf hier meneer, even staan. Meneer, rook betekent niet alles. Meneer, ik zou even afstand willen nemen. Er zit toch schuim op, daar komt geen rook. Meneer, zou je even met de kamar mee willen lopen terug naar het voertuig? Mijn voertuig, ja. Nee, het brandweervoertuig. Nee, mijn voertuig bedoel ik. Maar ik sta hier goed, er is geen afzetting, ik sta hier prima. Ik ga wel even kijken, ik zie het al die dingen. Meneer, voor uw eigen veiligheid raad ik voor de laatste keer aan met de kamar mee te nemen, lopen. Aanraden betekent niks, hè? Ik blijf hier gewoon lekker staan. Ja, meneer, heel leuk, ik voordeel u nu om achter mij aan te gaan, voor uw eigen veiligheid. Ja, maar je kunt niks vorderen op veiligheid, geloof ik. Nou, dat kan zeker wel. Komt u maar gewoon mee met mij. Het is een bedrijfstrein, ik maar. Ja, precies. Je hoort het van de brandweerman. Ik weet niet waar hij over had, maar ik vind het goed. Even kijken. Trein is dus dat je kan vorderen om hier het trein te verlaten. Oh, oké. Okay. Ja, dan bedoel ik niet dat hij het goed vindt. Nee, dan... ja. Ja, zeg het. Op welke locatie lag ongeveer uw laptop? Ja, dat is een goeie. Die zat in een tas. Zie je nog een tas? Ik zie niet zomaar een tas op de achterbank liggen. Nou ja, dan zie je ook geen laptop meer, denk ik. Ja, dan is het klaar. Lag die op de achterbank? Ja, ik denk het wel. Ja, ik kan ook even de kofferbak openbreken, maar verder heb ik... Nee, laat maar zitten jongen, het is goed geweest. Ik ga er vandoor. Ik hoor het allemaal wel. Ik moet het gaan verwerken. Waar kan ik je zuipen in de buurt? Volgens mij is het best goede bar daar verder. Ja, echt waar. Ja, heb jij nog iets van me nodig, mijn ID of zo hier alsjeblieft? Ja, ik hoor het wel wanneer ik mijn auto kan ophalen. Ja, we gaan allemaal retour jongen. Ik ga even controleren. Ja, is goed joh. De 110 voor de 120. Heren, fijne dag nog. Nou, ik ga het hier afronden, anders duurt het natuurlijk ook te lang. Dus we gaan dit een beetje langzaam afronden. En dan gaan we naar de tweede en laatste melding voor de dag. Voor de 120. Die ik wil gaan doen. Voor jullie. 160. 1000.
Excuus 160. Dat zien jullie zo meteen. Jullie hebben me twee keer nu horen noemen code 1000. Nou, alles in orde. Dat dacht ik. Ja, het voertuig moet wel weggesleept worden. Ja. Wilt u daar zelf voor zorgen of wilt u dat wij in Bergen daarvoor... Ja, doe jij maar. Ik moet er nu ook vandoor. Nou, oké. Zijn er nog overige dingen wat u mee wilt nemen? Nou, mijn laptop, maar die is geloof ik... Nou, daar zit niks anders meer in, joh. Nou, oké. Voor de rest nog iets? Nee. Nou ja, er zit niks in. Nou, oké. Nou, dan wens ik u een fijne dag. Nee, op met de verzekeringen. Ja, dat is prima. Oké, joejoe. Ja. Nee, code 1000 betekent gewoon dat er niks aan de hand is. Verder. Ik hoorde de brand vooral praten. Is hij gestolen? Is hij gestolen? Nee, hij is niet gestolen. Maar voordat ze dat denken, dacht ik meld maar even tot er code 1000 is. Dus dat wil zeggen, er is niks aan de hand. En voor de rest, mijn persoonsgegevens waren ook code 1000. Dus daar hoeven ze ook verder niks mee te doen. Niet dat ik gesignaleerd sta. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je gesignaleerd staat en dat er... verder iets mee moet gebeuren. Wij gaan hier een nieuw scenario starten en iets, we staan niet zomaar op de snelweg, dus ik zie jullie zo meteen. Ja, we zijn er klaar hoor. We zijn een terrorvarken geworden. En we rennen hier gewoon... Kun je maar rennen? Ja. We gaan een melding maken van een varken wat over de snelweg loopt. In ieder geval over de straat rent. Misschien komen we politie tegen. Oh, er heb het. Knor, motherfucker! Hey. Knor. Kom eens. Hallo. Hey joh, gek. Hey joh. Knor, bitch. We zijn een terrorvarken. Hij is ook echt dood nu, hè? Oh, er worden allemaal mensen gemurderd. Knor. Moet je een revive? Ja, deze is dood mensen, die doet het niet meer. We kunnen zijn auto pakken. Noodknop? Heb je noodknop? Oké. Deze man heeft een noodknop geactiveerd, we gaan er snel weer op. Oh, daar komt een ambu. Wat is dat voor een ambu? Hè? Knor, motherfucker! Nee, de ambulance zoekt mij op. Oh. Ze gaan me wegjagen. Nou, gaan ze kijken of we ons de weg kunnen redden. Ik denk het niet, want we hebben daar kutvak lopen. Godverdomme. Ik heb dit varken nog niet helemaal onder controle. Ik ga niet uitstappen. Zo, sterkt u het raam open. Knor. Hey. Varken, wacht, ik heb nog brood. Ja, oeh. Brood. Je lunch. Ja. Oh god, het praat. Ik heb liever bacon. Wil je bacon? Ja. Oh, ik heb wel ei met bacon op mijn brood zitten. Knor. Wil je bacon? Knor. Als ik dan die bacon geef, mag ik dan bij mijn collega komen? Nee. Maar dan krijg je ook geen bacon. Ik bedoel knor. Want ik mag wel bij die collega komen. Kan ik geluid maken met dat ding? Oh, wat is dit? Oké, steeds stap langzaam uit. Kom eens hier. Hé? Hey. Ik heb knor, motherfucker! Ik heb bacon voor je. Steeds. Ah! Oh, collega, nee, Leen, je moet me wel helpen, weet je het? Ik heb een pech, man. Wat is dat, varken? Oh. Gaat die agent nou echt weg? Hij gaat weg. Doe een no-knop, ik word aangevallen. We gaan nu de snelweg op rennen. Daar komt de politie. De politie is inmiddels hier. Ik had ook wel 1-2 gebeld, maar die duurt lang. Nee, doe ik klaar. Oh. Oh nee. Knor.
hoe maakt dat ding geluid? Kun je nog meer met dit ding? Oh, wat is dit? Oh. Wat is K dan? L, O, B, I, O. Ik heb bacon, hallo? Ik heb bacon. Maar ik kan niet meer rennen. Ik kan niet meer rennen. Oh, bacon. Rennen. Geen bacon? Nee, op. Oh god. Ik heb bacon! Je wordt op bacon. Knor, knor, motherfucker. Oh. Wat op bacon. Voor de politie moeten we weggaan. Oh, kut. Geleden precies hetzelfde gehad. Toen hebben we mooi door zijn kop geschoten. Nee. Nee, ze mogen me niet doodschieten. Dit rent best grappig. Nee, nee, oh! Ik ga gewoon in de vuurlijnen blijven, dat is vet slim. Zo. Waar kunnen we heen? We kunnen nergens heen nog. Hey, doen jongen. Auw! Oei! Ik bedoel knor knor! Knor knor! Vrieman even knor! Ja, wat is dit nou weer, jongen? Knok, knok, motherfucker! Code 4, zwaar om ik. Moet je wegdrijven naar de andere kant? Ja, joh, jezus. Ja, ze zullen... Oh, dat gaat lekker dit. Ja, precies. Inbox met z'n allen. Terug, 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 nee, nee. Ik heb de tijd van mijn leven hier. Uiteindelijk... Kan ik hier onderdoor? Nee, je kunt, dat kan niet. Oh, oh, oh. Waar kunnen we nog heen? We gaan naar de andere weg helpen. Au, au, au. Ja, nu hebben ze me. Oh nee, ik kom er zo onderuit. Au, 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 nee, nee, au. Nou, dit is dierenmishandeling. Nou, kijk, oh. Vriend maar even voor knor. Rip knor. Goed. Wie had er zin in een sperrip? Dierenarts! Ik bedoel, hè? Knor! Da. Nee, knor. Oh. Nou, zie ik een beetje. Rick, ik wil een kunnen we hem bij jou achter de bus tillen of niet? Dat kan wel. Dan bel ik even naar huis dat ze de barbecue aan kunnen zetten. Oh jezus. Vark zegt niks. Dus, dat is al de tweede in twee weken jongens. Knor, knor. Ik denk dat is ik... niet normaal hier. Knor, heeft iets van een label? Ja. Kijk even. Oh, in zijn oor zitten. Hij praat ook hoor ik. Hij heet Cas. Hij heet Cas. Cas het vaak. Oh, ja. Oh, ben jij een zwijn, zeg. Met je kras daar. Ja, waar komt hij vandaan? Dat is een goeie. Och, hij die kerel ook nog. Oh. Nou, dit is de dierenambulance. Hij komt van postcode 200. Postcode Dieren. 200 komt hij vandaan. Is dat kut varken? Ja, joh. Nee, 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 nee. Waar is het beter? Nou, we staan inmiddels weer beneden. Oh god, daar komen ze. Ik ga hem even verstoppen, anders blijven ze me stalken. Ik ben een geliefd varkentje. Maar, nou, het is... het ging in principe wel hoe ik het had verwacht. Alleen, ze hadden al heel snel zo van... We schieten gewoon, dan zijn we er vanaf. Dus dat ging wat snel. Maar,
Uiteindelijk heb ik het nog lang kunnen volhouden. Helaas kwam die ambulance ook nog even verhaal halen waarom ik het dan, waarom ik hem had aangevallen. Maar ik denk dat we toch weer dat we weer wat mensen bezig hebben gehouden. Willen jullie nou wederom vaker zien tot ik als burger ga? Laat het even weten in de comments. Laat even weten wat jullie de volgende keer willen zien. We hebben vandaag dus brandweer en politie bezig gehouden en Marge C. Vorige keer was het ambulance en politie ook. Dus wellicht binnenkort dus met de BOA's gaan we die eens een beetje lastig vallen. Ja, dus laat het weten en ik zie jullie graag bij de volgende video over een paar dagen. Tot dan, doei!